ja, dat vinden mensen verontrustend. En daarom willen ze dat eigenlijk het leven betekenis heeft. En geloof is betekenisgeving. En geloof is dat het je duidelijk maakt hoe je moet leven. Wat wel mag en wat niet mag. Wat geloof jij dan? Ik geloof geen flikker. Ik geloof helemaal niet dat het leven zin heeft. Ja, ja, je kunt er een zin aan geven. Nee, dus jij gelooft ook niet dat God die wereld in zoveel dagen geschapen heeft? Nee, dat geloof ik zeker niet. Maar ik heb vaak genoeg gezegd dat ik het al een vrij eigenaardige zaak vond. Dat hij er maar 6 dagen voor uitgetrokken heeft. Waardoor je ook in allerlei opzichten aan de schepping kunt zien dat het ook een beetje een robbeltje is. Hè? Ja, daar zou de Raad van State ook eens een rapport over moeten schrijven. En dan de 7e dag gaat hij al rusten. Het verlos hem. Ga mij horen. Rijdende studio. Ja. Welkom in de rijdende studio. Ja. Wat ga je eigenlijk doen met de verjaardag? Met de verjaardag ga ik verrassend weinig doen. Dat wil zeggen, de kinderen komen op bezoek en de kleinkinderen komen op bezoek en dat is het. En dan eten we aan het eind van de dag een kopje erwtensoep en dan gaan ze allemaal weer naar huis. En ik hoop natuurlijk dat ze ontzettend leuke cadeautjes hebben meegebracht. Heb je verlanglijstjes? Of, nee hoor, ik heb helemaal geen... Boeken heb... toch? Boeken word je blij van? Nee, maar die bestel ik. Ik bestel alles digitaal. Oké. Okay. Dat is wel een punt dat je tenslotte geen wensen meer over hebt eigenlijk. Ja. Mijn Sinterklaas ook al. Soms denk ik, god, dat zou ik wel, dat moet ik niet vergeten. En als dan vragen de mensen, wat wil je hebben? Dan denk ik, ik weet het niet, ik weet het gewoon. Nee. Je bent niet bang dat je allemaal ongevraagd cadeaus door je brievenbus gedrukt krijgt, net als die DVD van Patton? Nee, ik kreeg laatst ook weer een DVD'tje opgestuurd. Ja, die heb ik, die moet ik nog proberen, dus... Ja, je kunt hier zomaar dingen roepen en stoppen mensen dat door je brievenbus, hè? Ja, zolang er geen handgranaten zijn, nee. Vind ik niet zo'n probleem. Nee. Hey, even voor de luisteraars, dit is nu een opname waarbij je weer een frisse koep hebt. Kijk. Ja, ik ben kort geknipt, ja. Godzijdank zeg. Ik had er zo schoon genoeg van, maar ja, dat is het dilemma wat ik geloof ik al eens geschetst heb. Ik heb een enorme ekel aan de kapper. Dat klopt. En ik heb een enorme ekel aan lang haar. Het is, maar had dat nog wel korter gekund? Nou, dan zitten we in de sector millimeteren. En dat is aan het thuisgrond niet populair. Ah, oké. Okay. Dus dat is het niet. Maar hier kan ik toch wel weer een half jaar mee voort zonder dat ik weer naar de kapper hoef. Bovendien is millimeteren ook iets voor rechts Nederland, hè? Is dat zo? Ja, ze zeggen altijd dat de extreemrechtse types dat die de haren helemaal kaal geschoren hebben. Dat wist ik niet. Dat is ook een interessant cultureel verschil natuurlijk. Kaalkopjes, ken je die term niet? Nee, die ken ik helemaal niet. Ja. Nee, ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is wel handig natuurlijk. Hè? Want vooral natuurlijk al die mensen die vroeg kaal worden, die kunnen nu dus die kunnen de hele rest ook afscheren, hè, of heel kort houden. Waardoor het eigenlijk niet opvalt dat ze verrekt vroeg kaal zijn geworden. Terwijl vroeger was dat natuurlijk een lelijke handicap. Ja. Als je op je 27ste al zo'n gladse had, ja. Om met de Duitsers te spreken. Ja. Ik heb vanochtend nog even zitten kijken naar de commercial van Bavaria, waar jij het de vorige keer over had met dat touwtje. Ja, dat die hele muur zo ronddraait. Ja. Ik moest dan denken op dat die man ook zo'n kalende plek had. Die man in die stoel. En dan zat die vrouw achter haar piano of zoiets. Of een keyboard. Ja, of nee, ze speelde volgens mij op zo'n soort van huis, Hammondorgel. Ja, zoiets was het, ja. Het was een heel vreselijke scène in alle opzichten. Ja. Ja. Moet je kijken wat ik allemaal heb binnengekregen weer aan allemaal brieven. Het is indrukwekkend. Hebben die mensen dat echt op papier gezet? Of heb jij gewoon een printje gemaakt van de mail? Nee, ik heb het verzameld en uitgeprint. Oh, je hebt het verzameld. Ik heb maar een deel wat mijn inktpatroon was op. Ja, dat is een bekend feit met de inktpatronen natuurlijk. Daarom kan ik je ook aanbevelen om een laserprinter te kopen. Want dan raakt dat ding ook tenslotte leeg veel eerder dan ze altijd voorspeld hebben. Want je krijgt er nooit 5000 kopieën uit. Maar het duurt wel een stuk langer dan met die verrekte inktpatronen. Ja. Waarbij je bovendien vaak alle patronen moet vervangen terwijl je de gekleurde nauwelijks of niet gebruikt hebt. Nee. Dat is echt een racket, hè? Ja. Een oplichtersbende is dat. Ja, wat ik dan nog wel eens doe is als het dan zwart op is, dan maak ik het licht grijs of zo. En dan wil die nog wel eens doorprinten. Omdat die... ja, dat zijn allemaal al technische stappen die ik helemaal niet maak. Bovendien doet mijn laserprinter het ook niet meer. Want mijn provider heeft besloten dat al mijn mail op fantastische moderne wijze versleuteld is. Zodat ook de Amerikaanse inlichtingendienst niet mee kan lezen bij wat ik produceer. En sinds die tijd doet mijn printer het niet meer. Want die zegt dat hij
gepauzeerd is. Dat is geestig, toch? Ja. Dat hij gepauzeerd is, ja. Terwijl hij helemaal niet moe kan zijn geweest, want ik ben helemaal geen printer. Oké. We moeten eventjes voorzichtig zijn in deze opname dat Siewert, begrijp ik, iedereen die negatief is, klaagt hij aan. Hè? Of hij dreigt in ieder geval met juridische stappen. Oh, dat is interessant zeg. Ik ben heel benieuwd. Ja. Hebben wij iets gezegd wat hem niet beviel? Nee, maar dat is in algemeen... Moet ik nog een keer zeggen dat het een oplichter is? Peter Plasman en Joep van het Hek, die waren niet welkom bij Op1, want de redactie van Op1 zei, ja, we willen niet een Siets, of een, hoe heet die ook alweer, Siewert-hetse doen. Heksenjacht. Ja. Maar Eva Jinek zei, kom maar bij ons zitten. En toen had de mensen om hem heen rond Siewert hadden gezegd, ja, Jinek, dan riskeer je wel juridische stappen. Pas nou, op. Dat wil Jinek best doen. Dat is toch een lekker relletje bovendien, is het gevolgde kijkcijfers. Dat moet je nooit doen, naar mijn idee. Ontzettend, vooral omdat je verliest. Ja, hij is een oplichter. Hij heeft gelogen, dus ja, wat moet je daar verder van maken? Ja. Hey, er is een van de vragen die is binnengekomen, die sluit ook een beetje aan bij de actualiteit. Vind je dat er een intelligentietest moet komen voor de Tweede Kamerleden, omdat ze zichzelf elke keer weer opnieuw in de problemen brengen door hun eigen domme besluiten? Nee, dat vind ik niet. De Tweede Kamer, leden van onze Tweede Kamer dienen een goede weergave te zijn van de Nederlandse bevolking. Dat is het hele idee van een volksvertegenwoordiging. En je weet dat lang niet alle Nederlanders intelligent zijn. Dus het is ook redelijk dat ook in de volksvertegenwoordiging mensen die mensen vertegenwoordigen die niet al te snugger zijn. Waardoor we een heel goed beeld krijgen van hoe Nederland eigenlijk in elkaar zit. Je weet hoe intelligentie verdeeld is, dat is een zogenaamde gausskromme. Dus je hebt helemaal links heb je lui die echt helemaal niks kunnen. En helemaal rechts heb je lui die zo intelligent zijn dat ze ook niks kunnen. En in het midden is het 100. Dat is het gemiddelde. Wat overigens gek genoeg stijgt, voor zover ik weet, in de loop der jaren. De meeste mensen die een middelbare schoolopleiding redelijk kunnen voltooien en eventueel zelfs daarna een alfa-studie kunnen volgen, dat zal 110, 115 zijn, zo in die geest. Maar dat betekent, een groot deel van de bevolking is niet bijster snugger. Daar is niks aan te doen, dat is ook niet hun schuld of zo, dat is gewoon zo. Als je een snugger tenminste definieert als, laten we zeggen, 110, hè? Alsof ze daar ze als startpunt nemen. Dus ja, ik vind het is zaak dat de Nederlandse bevolking gerepresenteerd wordt in de Tweede Kamer. En als ik het zo bekijk op dit moment, ook gezien het grote aantal krankzinnigen wat onder onze bevolking schuilt, moet ik zeggen, is het een hele behoorlijke volksvertegenwoordiging. Ja. We hebben een hele brede rechtervleugel vol met halve haren. En dat representeert in allerlei opzichten ook de problemen in Nederland in die zin. De fameuze 15% waar we het vaak over gehad hebben. Maar moet je niet wat slimmere mensen aan het roeren hebben? Want misschien hebben we dan wel minder problemen. Nou, aan het roeren, maar de Tweede Kamer zit in principe niet aan het roeren. Deels aan het wel. Roeren zit, de uitvoerende macht zit aan het roeren. Dat is de regering. De kans dat je daar in een kabinet personen zitten die, laten we zeggen, een IQ van 85 hebben, kan ik je verzekeren, is niet bijster groot. Als je dat even langs loopt, dan zul je zien dat die allemaal, dat ze volkomen incompetent zijn, is heel wat anders. Dat is heel goed mogelijk. Je kunt heel intelligent zijn, maar toch volkomen incompetent zijn. Ik ben bijvoorbeeld redelijk intelligent, maar als ik een schuurtje in de tuin zou moeten timmeren, dan ben ik totaal incompetent. Dus je moet ook je afvragen, wat moeten ze precies doen? Ik weet niet, misschien als Rutte een schuurtje moet timmeren, dat hij totaal incompetent is. Het zou me niet verbazen, eerlijk gezegd. Dus nee, ik denk dat in de uitvoerende macht dat het wel meevalt. Dat neemt niet weg dat er allerlei kritiek mogelijk is op de wijze waarop wij bestuurd worden, namelijk nogal slordig. De Raad van State heeft net weer een prachtig rapport gepubliceerd, dat de aanpak van die toeslagenaffaire, dat die dus gewoon weer slordig is. Incidentgericht, popiopie-politiek, niet goed over nagedacht, geen behoorlijk uitvoerend apparaat. Er deugt kortom weer geen reet van. Ik zwijg even over Ter Apel. Het moet toch wat beter het mogelijk zijn om niet waar in zo'n crisissituatie een aantal andere opvangmogelijkheden te creëren. Ook weer dat je denkt, wat is dit nou? Wat is dit nou voor prutswerk? Ja, die de brieven schrijven, moet lijkt dat België, ook. Nou, dat moet ik natuurlijk niet zeggen, maar.
De brievenschrijver zegt inderdaad, ter Apel hadden we dat niet met wat andere mensen anders kunnen oplossen. Want die mensen dat is bovendien is uitgebreid voor gewaarschuwd en dan gebeurt dit weer. Het is wel wanhoperstemmend prutswerk. Hè? Mm. Dus ongetwijfeld is dat uitvoerende macht, die is niet in handen van randebielen, dat geloof ik helemaal niet. Maar ze maken er wel een zootje van. Hè? Ja. Het zit in het demissionaire kabinet. Ze denken natuurlijk, we zijn toch demissionair. Dus laat de boel maar in de soep lopen. Ja. Maar het is niet indrukwekkend. Nieuwkomers die moeten op stoelen slapen en zelfs in tenten. Nou ja, ik vind het beschamend. Ik vind het wel ronduit beschamend. Ja. Ik zou zeggen, trek alles uit de kast. Gooi er wat... Het is slordig. We worden slordig bestuurd in Nederland. En dat zal op een of andere manier zal dat gecorrigeerd moeten worden. En het zal nog niet zo simpel zijn, omdat dat slordige bestuur natuurlijk geleidelijk aangegroeid is in de afgelopen 20, 25 jaar. Dat is de kerstboom. Ja, nou wat ook weer samenhangt met de eindeloze bezuinigingen die zogenaamd nodig waren, maar vaak helemaal niet nodig waren. De eindeloze reorganisaties van tal van diensten, hè, ook het principe van dat het echt allemaal zo georganiseerd moet zijn dat je net aan kan wat normaal is en dat je geen enkele extra capaciteit hebt, want die staat natuurlijk soms leeg. Ja, dat kan. Ja. Met als gevolg dat we dus een IC-aanbod hebben wat beperkt is, wat overigens ook beperkt wordt door het feit dat er geen personeel is. Maar waarom is daar geen personeel voor? Nou ja, dat is allemaal vrij simpel. Dat hebben we ook wel eens eerder geconstateerd. Het belazerd betaald wordt en hard werken is op moeilijke schema's. Ja. Overigens een vorm van... Dus je bent wel goed gek als je op de IC gaat werken. Hè? Ja, ik begrijp dat de kliniekclown nog meer verdient. Nou, dat zou best kunnen. Ja, ik heb geen idee van de inkomsten van de kliniekclowns, moet ik je zeggen. Ik ben sowieso een groot liefhebber van clowns. Dus, maar goed. Dat kan, maar ja, je zult beter moeten, in al die sectoren waar we ernstige tekorten hebben, zul je beter moeten betalen. Mm. En je weet dat onze overheid, onze regering, met enige regelmaat uitvoering geweigerd heeft van moties en van de Tweede Kamer, dat de zorgsalarissen omhoog moesten. Mm. Ja, die zien erbij wel hangen natuurlijk, die zorgsector. Dat is, we zitten met een babyboom die op weg naar de dood begeleid moet worden. Ja. Dus eigenlijk, ze willen gewoon niet meer betalen. Ook niet nee, voor het precies. Ze hebben daar helemaal geen zin in. Maar nou, dan zit je dus met tekorten. Nee. Het is niet anders. Nee, maar aan de andere kant bijvoorbeeld, als je het onderwijs bekijkt. Nou ja, we doen internationaal toch wel aardig mee in Nederland. Dus Nee. We doen aan de top doen we vrij redelijk mee. Dat is zonder meer een feit. Maar dat wil niet zeggen dat de onderkant van het gebouw in orde is. Je kunt het beste vergelijken met een betrekkelijk oud schoolgebouw, waarop op de bovenste verdieping is een penthouse waar de boel behoorlijk gerund wordt. Hè? En naarmate je lager komt, is het steeds beroerder. Hè? Ze worden niet meer geverfd en de bankjes rammelen en de pennen zijn leeg en daar gaan ze maar door. En wie doe je daar dan mee? Bedoel je daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat natuurlijk als je naar de algemene cijfers kijkt, dat Nederland steeds sterker daalt op internationale lijsten. Als het bijvoorbeeld gaat om begrijpend lezen bij het twaalfde levensjaar. Ja, dat functioneert slecht. Kijk, die lui die ontzettend intelligent zijn, die komen er toch meestal wel. Ze kunnen ook ontsporen in het systeem, maar meestal komen ze er wel. Maar het gaat natuurlijk om de brede groep van iedereen die naar een lagere school gaat. En dat laat veel te wensen over. Was het 25% van de kinderen die de lagere school verlaat, feitelijk onvoldoende gealfabetiseerd? Nou, ik zou zeggen, dat moet je dan toch wel aantrekken. Moet je toch wel aantrekken dat kindertjes in Zuid-Korea en Singapore stukken beter kunnen lezen dan Nederlandse kindertjes. Ik zwijg nog van het rekenen. Hè? Want dan bleek dus dat mensen die de pabo zijn opgeleid geen staardeling kunnen maken. Mm. Niet dat je er iets aan hebt als je dat kan, maar het is toch wel het is een nuttige training. Maar waardoor komt het dat ze niet meer kunnen lezen en schrijven? Want ze zeggen dan... Omdat het onderwijs tekort schiet. Okay. Dat is vrij simpel. Maar je krijgt wat, ze geven dus de verkeerde, ze doseren de verkeerde dingen. Nee, dat is het. Nou ja, je weet dat er zijn geloof ik voor het lager onderwijs 27 leerdoelen gedefinieerd. Dan denk je ook, wat is dit voor onbeschrijfelijke lulkoek. Wat zit er dan bij? Lezen, schrijven en rekenen zou ik zeggen. Dan nog een klein beetje geschiedenis en aardeskunde. That's it. Dan heb je dus vijf. Dan kun je dus meteen 22 leerdoelen kunnen geschrapt worden. Allemaal flauwekul natuurlijk. Ik denk dat, ja, ik heb daar heel traditionele opvattingen over. Ik denk dat het slechte onderwijs deels een disciplineprobleem is.
Dat dat in die klas een chaos is. Ik ben wel eens gaan kijken op school van mijn eigen kinderen. Dat je denkt, maar nou, rommeltje, hoe kan hier nou behoorlijk lesgegeven worden? En wat gebeurt daar dan? Nou ja, dat iedereen door elkaar loopt en dat je iedereen, als je zin hebt om naar de wc te gaan, mag je naar de wc. Daar was vroeger helemaal geen sprake van. Als je naar die wc wilde, moest je heel nodig moeten. En dan moest je een hele tijd met je vinger omhoog zitten en dan had je een kans dat je naar de wc mocht. Maar dat moest niet de week daarna nog een keer gebeuren, hè? Dus dat was, zo was de toestand niet. Nee, ik denk dat het te maken heeft met klassengrootte. Ik denk dat het te maken heeft met discipline. Ik denk dat het te maken heeft met verkeerde idealen over onderwijs. De vrijheid van het kind, de creatieve ruimte die het kind moet hebben. Moet het kind niet voor de voeten lopen in zijn infantiele ontwikkeling. Nou, allemaal dat soort van dingen. Zeg maar in brede zin de jaren 60 en 70. Die decimen nog steeds door het onderwijs. Maar goed, dat zijn mijn... Hey, particuliere conservatieve opvattingen, die zijn in het onderwijs niet populair. Zet de docent weer centraal, niet de leerling. Zet de docent centraal. Want hoe beter de docent, hoe fijner het voor de leerling is. Heb ik niet al eens de lof gezongen van die twee mensen die mij enorm belangrijk zijn geweest in mijn leven, namelijk juffrouw Versteeg in de eerste twee klassen van de lagere school en meneer De Jong, de geschiedenisleraar in de eerste twee klassen van de middelbare school. En waarom is dat zo? Omdat het topdocenten waren. In ieder geval voor mij. Ja. Ja, laten we het zo zeggen. Vind je dan ook dat de CITO-toets, dat die moet die juist belangrijker worden of minder belangrijk? Want er wordt ook wel eens gezegd, ja, het advies van de leraar... Ja, dat advies van de leraar, daar vertrouw ik voor geen cent. Want dan blijkt uit alle onderzoek dat dus kindertjes uit nette milieus, die netjes kunnen praten en weten hoe een boek eruit ziet, dat die in principe iets te hoog geadviseerd worden en dat andere kinderen, waarbij dat niet zo is, niet zo hoog geadviseerd worden. Dus ik zou zeggen, ik ben geen tegenstander van de CITO-toets. Die kun je misschien verbeteren of weet ik veel wat, maar dat geeft toch een objectieve toetsmoment. Hey, overigens ik wijs erop dat ik in de tijd moest je voor de middelbare school toelaatsexamen doen. Voor de middelbare school? Ja, dan weet je, moest je gewoon een toelaatsexamen doen. En er waren hartstikke veel mensen die zakten. Mijn straatgenoot Kees Derks, die zakte. Ik vond dat verbijsterend, maar zo was het wel. Ja. Nou, als er één waardeloze opleiding is, dan is het wel de school van journalistiek. Daar moest je ook toelating voor doen. Maar als je zag wat daar het aanbod aan onderwijs was, dat was toch wel erg triest. Ja. Daar werden toetsen goedgekeurd zonder dat je iets had ingeleverd. Kreeg geen 8, je had nooit wat ingeleverd. Nou ja, dat is dat. Nou goed, dat is verval. Dat is corruptie, dat is sloddervosserij. Dat werd er dan niet tegen geprotesteerd. Nee, door degene die het inleverde natuurlijk niet. Want die dacht, prima, hoef ik dat in ieder geval niet meer te doen. Nou, ik vind dat heel wonderlijk. Ik vond dat in de tijd dat wij hadden al het probleem. Ja, ik zit weer even te prutsen met dat water en die microfoon. Ja. Wij hadden het probleem van de herkansingen. Je kon aan de universiteit op een gegeven moment voortdurend en eindeloos herkansen. Dus je had een tentamen en dan kon je een keer herkansen. En dan kon je na de zomervakantie kon je het weer herkansen. En dan kreeg je eventueel, nou ja, zo ging dat maar door. Dat is natuurlijk flauwekul, hè. Waardoor mensen ook gaan koersen op de herkansing. Ja. Je probeert het eens een keertje. Nou, soms heb je geluk, 6 min. Fijn. En anders herkans je even. Er is trouwens nog wel een intelligente partij, denk ik, in de Tweede Kamer. Los van, daar zijn natuurlijk wel meer. Maar dit is een vorm van intelligentie van Volt. Die hebben namelijk gezegd, bij de gemeenteraadsverkiezingen gaan we in minder plaatsen meedoen dan dat we in eerste instantie wilden. Want we krijgen niet de juiste mensen bij elkaar die aan onze pariteitseisen voldoen. Wat zijn pariteitseisen? Ze hebben bijvoorbeeld gezegd dat er moeten evenveel mannen als vrouwen in zitten. Ik zou zeggen, Volt, hou je met belangrijke zaken bezig. Oké, maar dit is toch... Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in pariteit. 0,0. Je moet goede mensen hebben. En of die paritair zijn of binair of helemaal niet binair, dat kan me echt geen bal schelen. Dat hele probleem wordt schromelijk overdreven in onze cultuur. Maar zij voorkomen dat ze LPF-toestanden krijgen. Op dit moment is dat in de mode, maar het is gewoon onzin. Oh, oké. Iedereen dient gelijk behandeld te worden voor de wet en onder alle denkbare omstandigheden. Artikel 1 van onze grondwet en that's it. Ja, maar ik denk dat het hieronder ook wel ligt dat ze kijken of ze geschikt zijn. Want anders krijg je natuurlijk een soort van... Nou, dat mogen we hopen, ja. Dat je niet mensen selecteert. Dat is een van natuurlijk de problemen van positieve discriminatie. Dat je dan moet je wel rekening. Daar staat er ook in advertentie bij gebleken geschiktheid geven wij de voorkeur aan vrouwelijke kandidaten bijvoorbeeld. Hè?
Nou ja, daar wil ik eventueel wel eens over nadenken, maar bij gebreken geschiktheid en anders niet. Je moet geen mensen gaan nemen omdat ze zwart zijn of bruin of geel of een vrouw of non-binair of trinair of wat ze er ook mogen wezen. Daar ben ik geen voorstander van. Ja, maar als je nu gay bent en zwart, dan doe je het goed. Dan word je overal uitgenodigd. Ik hoop dat je overal wordt uitgenodigd. Is gezellig en dan rook je een sigaretje of je drinkt er een glaasje bij. Maar als het nu gaat om iemand die, weet ik veel, directeur van een fabriek wordt met een complex productieproces, dan hoop ik wel dat de betrokkenen er verstand van heeft. Dan zou je kunnen zeggen, bij gebleken gelijkheid, niet waar, geven wij de voorkeur aan homoseksuele zwarte kandidaten. Dat zou je kunnen zeggen. Maar het uitgangspunt is de gebleken geschiktheid voor de functie. En je kan nooit geselecteerd worden op grond van identiteitszaken. Daar ben ik valikant tegen. Dus jij vindt dit juist helemaal niet goed wat hier gebeurt? Nee, bijvoorbeeld. Dat zei ik net. Ja. Nee, dat hoor ik. Ja, maar ik vroeg nog even ter controle. Ik vind het helemaal niet verstandig. Nee. Zorg dat je goede kandidaten hebt. En wat er voor lui zijn, of ze binair zijn, vrouw, man, homoseksueel. Het interesseert mij geen kloot. Maar denk je niet dat je dan een betere ook afspiegeling krijgt van de maatschappij als je dit soort eisen stelt? Ja, we hebben het net gehad over die afspiegeling. Die Tweede Kamer is een hele redelijke afspiegeling voor zover ik dat een klein beetje kan nagaan. Nou ja, het aantal vrouwen is nog aanzienlijk minder dan de helft in de Tweede Kamer. Ja, dus niet kind op dat punt. Maar dat zal wel bijtrekken. Als ik zie hoe de... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, we zijn ontevreden. De vrouwenemancipatie is nog niet compleet. Daar zit wel wat in. Vrouwen worden nog steeds minder betaald voor hetzelfde werk. Dat zijn allemaal van die bekende punten. Maar vergelijk ik het met de late jaren 50, of zeg maar voor mijn jeugd en adolescentie. Nou ja, dan is de wereld ingrijpend en totaal veranderd. Vrouwen zelf zijn totaal veranderd. Je hebt nooit meer een vrouw die staat te wachten tot je er in de jas helpt of zo. Hè? Of een vuurtje geeft, of dat soort van flauwekul. Van dat damesgedrag, dat is er helemaal niet meer. Vind je dat jammer? Sterker nog, ik vind vrouwen vaker veel kordater en doortastender indruk maken dan jonge mannen. Die meestal complete warhoofden zijn. Waar ligt dat dan aan? Ik weet niet, maar ik vind wel dat de emancipatie goed op weg is, ja. Absoluut. Indrukwekkend. Ik weet niet, ik kan me niet herinneren dat ik mijn vader ooit in de keuken heb gezien om maar eens iets te zeggen. Laten staan de vaders van mijn vader. Dat was al helemaal volkomen ondenkbaar. Maar jouw kinderen doen dat wel? Ja joh, die wereld zit totaal anders in elkaar. Echt, de wereld is op dat punt grondig veranderd. In het Westen zeker, ja, ik heb het verder niet over Mongolië. Ik heb geen idee hoe het daar in die hutte is, maar... Bij ons is de wereld ingrijpend veranderd en is nog steeds bezig te veranderen natuurlijk, omdat vrouwen het veel beter doen in ons onderwijssysteem. En dat, ja, niet alleen de lagere school of zo, omdat ze zo fijn kunnen breien of punniken, wat er volgens mij niet veel meer gepunnikt wordt. Maar, wat is dat punniken? Ja, dat is met een soort van klosje, moet je dan... Allemaal van die draadjes omheen wikkelen. En tenslotte wordt het een soort onbruikbaar sokje. Zoiets is het. Dus het is een soort van breien? Nou, ja, vraagde me dat nou niet. Maar vroeger werd er veel gepunnikt. Vraag aan de luisteraars of er nog veel punnikers zijn. Okay. Ben ik wel benieuwd naar. Nu ben ik door het punniken afgedwaald van mijn... Ja, de vrouwen in het onderwijs, dat ze het veel beter doen. Ja, maar ook in het universitair onderwijs doen vrouwen het veel beter. Vind je dat goed? Ja, dat juich ik van harte toe. De vrouwen winnen ook voortdurend Nobelprijzen tegenwoordig. Ook op onderzoekstechnisch gebied is het echt tops in allerlei opzichten. Er zijn vooral, komt dan vaak uit Amerika, maar toch, het is wel zo. Nee, de emancipatie is natuurlijk, als je het rekent over een... Als je het historisch beschouwt, dus we maken er een halve eeuw van, heeft de emancipatie van de vrouw enorm veel succes gehad. Vrouwen werken wel nog altijd part-time, hè? Ja, maar daar heb ik bij alle begrip van de wereld voor. Dat is een keuze. Hoeft niet, je kan een keuze. Je kunt part-time werken, je kunt het niet doen. En het probleem van de part-time werkers is natuurlijk dat hun carrière mogelijkheden beperkt zijn. Dat is zonder meer een feit. Maar dat is ook een keuze. Maar ze werken wel. Ja, dat is zeker waar. Absoluut. Nou, misschien is dit ook nog wel eens... We zijn natuurlijk, we gaan in China doen, maar misschien kunnen we nog eens een keer de geschiedenis van de vrouw doen.
Dat kunnen we beter een gastspreker uitnodigen. Gastspreekster in dit geval. Ja, dat kunnen we zeker. Dat is fijn uit de doeken te doen wat zij daar zelf van vinden natuurlijk. Want misschien kijk ik er wel veel te optimistisch naar. Ik kijk alleen naar wat er in mijn eigen leven veranderd is sinds de late jaren 50. En ja. Dan moet ik zeggen, dat is ingrijpend. Ja. Heb je een idee dan? Schiet je iemand te binnen bij de universiteit nee, of zo? Nee, ik zou niemand weten. Nee. Hey, wat vond je met dat gebeuren over Amerika gesproken? Op die set waar dus iemand doodgeschoten is? Ja, dat is een wonderlijke zaak. Ja, denk je dat het opzet is? Nee, dat denk ik niet. Dit lijkt me typisch. Ja, ook weer waarschijnlijk slordigheid. Het schijnt te wemelen van de protocollen en de voorschriften en de controles, maar... Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Het gebeurt met enige regelmaat. En het hangt samen met het feit, begreep ik uit het stukje wat ik las, dat ze het leuk vinden om echte wapens te gebruiken in die filmscènes. In plaats van gewoon Koreaanse plastic wapens. Er is toch iemand die even test van tevoren of het echt leeg is? Of het een koud wapen is? Ja, cold, dat was het. Dat had die man gezegd tegen die acteur. It's cold. Dus dat wil zeggen, het is niet gevaarlijk. Maar zonder munitie, ja. Er bleek dus één echte kogel in te zitten. Nou, ik vind het gek, maar ik denk dat iedereen het gek vindt. En ik begrijp toch dat de situatie bij Amerikaanse filmopnames zo is, dat dit risico weliswaar zeer beperkt is, maar wel aanwezig. Dus dat betekent dat je het beter moet organiseren, zou ik zeggen. Ja. Wonderlijk, ja. Er zijn ook eerder al mensen weggelopen eerder deze week. Omdat ze zeiden van ja, we vinden het hier niet goed geregeld. Het klopt hier allemaal niet. Dus het is... Ja, waarschijnlijk ook een beetje bezuinigd op de opnames en zo. Ja. Ik heb nog een vraag over Jezus. Zit je erop te wachten? Nou ja, wie weet. Ik bedoel, ik heb regelmatig contact met hem. Dus misschien kan ik de vraag beantwoorden. Oh. Sietse Wiersma stelt die vraag. Als Jezus voorbestemd was om de Christus te worden, dan zou je verwachten dat de geschriften overgeleverd zouden zijn van tijdens zijn leven, in tegenstelling tot de brieven van Paulus, die van Paulus zelf zouden zijn. En als we dan de geschiedenis van het christendom verder volgen in de tijd, dan zou je het zelfs Constantinisme kunnen noemen. Ondanks dat vele mensen hun troost vinden in het geloof, is het christendom gelijk aan de islam niet simpelweg een methode om machtswellust te botvieren? Vraagteken. Sietse Wiersma vraagt dat. Ja, Sietse moet zijn vraag wat helderder formuleren, zou ik zeggen. Want dit zijn of 35 vragen door elkaar heen gehusteld. Of het zijn vragen over dingen die ik in ieder geval niet redelijk kan beantwoorden. Maar we kunnen verder over de Heer Jezus wel iets zeggen. Ik zou zeggen, kom op, Sietse, lees het Nieuwe Testament. En dan zal je al vrij snel duidelijk worden dat één ding natuurlijk, de kruisiging, die door het christendom eigenlijk verheven is tot het essentiële moment, niet waar, van de aanwezigheid van de Heer op aarde. Dat zag ik Jezus natuurlijk helemaal niet aankomen. Dat is een gebeurtenis die hem waarschijnlijk flink verrast heeft. Ook gezien zijn commentaar op het moment dat hij daadwerkelijk aan het kruis hangt. Dat hij zegt van ja, wat is dat voor kloot? Nou ja, dat zo zegt hij niet. Wat is dat voor klote streek? Maar goed, hij is wel vrij. Hij begrijpt het niet zo goed. Maar wij hebben daar dus van de kruisdood is het idee van verlossing gemaakt. Maar dat is helemaal niet, als je naar zijn prediking kijkt. Hij predikt over de spoedige komst van het Rijk Gods. En dat je een radicale keuze moet maken. Als je voor hem kiest, dan kies je alleen voor hem en voor het Rijk Gods. En dat kan ook zijn dat je dan kiest tegen vrouwen en kinderen en de hele bliksemse boel. Het is een hele radicale zaak die hij voorstelt. Hij zegt ook voortdurend tegen die, hoe heet het, zijn dienaars, nee, hoe heet dat nou? Apostelen. De discipelen. Hij zegt, jongens, het Koninkrijk Gods komt nog in jullie levensperiode. Dus wat dat nou precies, of ik die vraag daarmee beantwoord heb, weet ik niet. Maar je bent verrast als je het Nieuwe Testament leest en dat je beseft wat eigenlijk de kern van de prediking is. Want dat is natuurlijk bij het christendom en door die enorme nadruk op die kruisdood, is dat eigenlijk een beetje in het vergeetboek geraakt. Wat is in een paar zinnen samen dan? Nou ja, dat je voor het christen, als je christen wil zijn, als je Jezus wil volgen, dat je een radicale keuze moet maken. Namelijk dat je alles, je hele leven in dienst moet stellen van die keuze. En bovendien natuurlijk de bekende bergreden, dat het ook in allerlei opzichten
sociaal gezien een vrij radicale elementen bevat. Maar ik lees het zo, dit bericht van Sietse, dat hij eigenlijk zegt, dus mijn eigen interpretatie, dat geloof, dat is allemaal onzin. Dat is een verklaring die mensen bedacht hebben om uit te kunnen leggen waarom we hier weer zijn op aarde. Nou ja, geloof, kijk, ja, geloof inhoudelijk gezien is dat wetenschappelijk niet correct, laten we het voorzichtig formuleren. Dat is onzin, maar de mens heeft een immense geloofsbehoefte. Kijk, als je morgen besluit, we verschaffen alle vormen van geloven, en niks aan het donderen met dat geloven. Wat heb je eraan? Geen donder. Die kerken, dat zijn nu toch ook al culturele monumenten. Prima. We verschaffen al het geloof af. Het is klaar. Het is gewoon verboden. Dan krijg je onmiddellijk nieuw geloof. Sterker nog, er worden voortdurend nieuwe vormen van geloof gegenereerd. QAnon is een soort geloof. Hè? Net zoals het een geloof is dat je hem niet moet laten vaccineren. Dat is een beweging, dat is een, laten we zeggen, een embryonaal geloof is dat. En kijk, als je een geloof eeuwenlang volhoudt, dan raakt het geïnstitutionaliseerd en dan krijgt het routines en rituelen en modderse gebouwen waarin gepreekt wordt dat je niet gevaccineerd mag worden enzovoort. Maar de mens is een geloofsmachine. De mens die wil dolgraag geloven, want de mens is verontrust over het feit dat het misschien, dat hij hier wel is, maar dat het eigenlijk net zo betekenis is als het leven van die spitsmuizen bij mij in de tuin. Nou, spitsmuizen zitten er niet. Het zijn doodgewone muizen, maar hele ijverige muizen, daar niet van. Die kunnen keihard lopen, werkelijk. Ja, dat vinden mensen verontrustend en daarom willen ze dat eigenlijk het leven betekenis heeft. En geloof is betekenisgeving en geloof is dat het je duidelijk maakt hoe je moet leven, wat wel mag en wat niet mag. Wat geloof jij dan? Ik geloof geen flikker. Ik geloof helemaal niet dat het leven zin heeft. Ja, ja, je kunt er een zin aan geven. En dat staat iedereen vrij natuurlijk. Ja. Maar er is niet een objectief vaststelbare zin van het leven. Nee, die is er niet. Nee, dus jij gelooft ook niet dat God die wereld in zoveel dagen geschapen heeft? Nee, dat geloof ik zeker niet. Maar ik heb vaak genoeg gezegd dat ik het al een vrij eigenaardige zaak vond. Dat hij er maar 6 dagen voor uitgetrokken heeft. Waardoor je ook in allerlei opzichten aan de schepping kunt zien dat het ook een beetje een robbeltje is. Hè? Ja, daar zou de Raad van State ook eens een rapport over moeten schrijven. En dan de 7e dag gaat hij al rusten. Ga. Joh, vooral als je natuurlijk echt de natuur ziet. Hè. Ik dacht dat toen ik in Glacier National Park, dat is zo'n Amerikaans natuurgebied tegen de Canadese grens, dat is echt de wildernis. Mensenhand heeft daar nooit een rol gespeeld. Man, het is een zootje. Dat de Nederlander die daar wandelt, dan gauw denkt van nou, al die dode bomen, dan vind ik eigenlijk geen gezellig gezicht. Zo'n dode boom, dat die wordt wit. Dus overal staan van die vreemde skeletachtige boomresten in het landschap. Ik zwijg maar van die beren die er rondlopen. Nee. De Heer heeft van de schepping echt een beetje een rommeltje gemaakt. Maar hoe is, heb je wel voor jezelf... Hij had er gewoon wel veel langer voor uit moeten trekken. Ja. Maar heb je wel eens voor jezelf beredeneerd hoe dit verhaal er dan is gekomen? Van die schepping en alles wat erop bij hoort? Omdat mensen voortdurend een verhaal verzinnen om een reden te geven aan de wereld en die wereld ook te verklaren. Ja. En tegenwoordig hebben we natuurlijk een veel beter systeem om de wereld te verklaren dan ze 2000 jaar geleden hadden. Want we hebben de moderne wetenschap die in allerlei opzichten tal van aspecten van de wereld heel goed verklaard heeft. Wij weten bijvoorbeeld dat, noem een kleinigheid, dat de aarde rond de zon draait en hoe het planetenstelsel in elkaar zit en waarom de binnenplaneten anders zijn dan de buitenplaneten en dat er ontzettend veel ruimte is en dat je hele sterrennevels hebt. Nou, al die dingen die weten wij. Wij weten hoe ook in klein detail de wereld in elkaar steekt, al is het zogenaamde standaardmodel. Nou ja, je hebt toch het gevoel dat het daar hier en daar wringt. Zeg ik, die er een reet verstand van heeft, maar toch heb je dat gevoel. Maar ja, we hebben een veel beter idee. Hè? We zitten hier met door een microfoon te praten. 200 jaar geleden bestonden er helemaal geen microfoons, omdat ze geen idee hadden hoe het werkte natuurlijk. Dat hebben we allemaal in de 19e eeuw ontdekt, hoe dingen werken. Hè? Hoe je elektronische dingen kunt maken. Het enige nieuwtje van deze eeuw is natuurlijk de microelektronica en de transistor. Ja. Maar verder hebben we heel weinig toegang. Een auto is in de eerste auto's, die zijn, daar hebben we er uitgebreid over gehad. In 1900 kon je al een prima auto bouwen. Ziet er wat anders uit dan deze. Maar verder een ding waar je gewoon met redelijke snelheid mee naar binnen komt zou kunnen rijden vanaf hier. Ja. Maar waarom is er nooit de nieuwe Jezus gekomen?
Er zijn van nu een nieuwe Jezus aan de lopende band. Dat de verlossers, man, het wemelt van de verlossers. Wie is dat, noem er eens een dan? Nou, Omtzigt. Die wordt door veel als de verlosser beschouwd. Maar je hebt ook mensen die Elvis Presley als de verlosser zien, die ook nog steeds op aarde rondloopt af en toe. Nee, de uitvinder van QAnon, al weten we niet wie het is, dat is ook een soort verlosser. Het zijn allemaal soort Jezussen. Ja, het zijn allemaal verlossers. Het zijn allemaal mensen die mensen de suggesties doen dat zij weten hoe de wereld in elkaar zit en wat je wel en wat je niet moet doen. Ja, het wemelt van de verlossers. Het wemelt van de nieuwe godsdiensten. Er ontstaan overal in de afgelopen honderden jaren nieuwe sectes. Nog afgezien van de omvangrijke revivalbeweging van het christendom zelf. En dat ook heel voor de hand liggend. Want als je natuurlijk uitgaat van het geïnstitutionaliseerde christendom en je leest het Nieuwe Testament, dan denk je, daar is iets niet in orde. Dit hebt hij zo niet bedoeld. Dit kan het niet zijn. Nee. Dus je denkt, we moeten die radicale boodschap, die moeten we opnieuw uitdragen. Dan heb je dus weer zo'n revivalbeweging. Hmm. Denk aan al die mensen, het aantal christelijke sectes van gevarieerde soort is enorm. Echt enorm. Hmm. Dus jij verwacht ook dat christendom, dat blijft wel, maar daar komt een soort van 2.0 versie van. Dat verandert iedere keer een beetje. Nou ja, dan kunnen allerlei nieuwe godsdiensten zouden op kunnen komen. Ja, het kan zijn ook dat zeggen dat veranderingen van de technologie ook nieuwe godsdiensten mogelijk maken. Ja, dat Mark Zuckerberg een soort van Jezus wordt. Nou, dat hoop ik niet. Hij is qua hoofd volledig ongeschikt als verlosser, maar goed. Nou, hij kan een baard laten groeien. Nee. Hij is geen verlosser. Dan had hij er geen geld aan moeten verdienen. Okay. Het is net als met Siewert. Ja. Ja, eerst dachten we allemaal dat Siewert de beste padvinder van Nederland was. En toen bleek hij een oplichter. Ja, dat is niet verstandig. Hè. Je kunt niet en de beste padvinder van Nederland zijn en een oplichter. Dat is een hele, hele lastige combi. Die meestal complete warhoofden zijn.